Nee, helaas. Veronique, de afgelopen weken niks speciaals gemerkt zo? Niks gebeurd zo. Niks zo, hè? Zijn Veronique? Nee. Echt niet zo? Denk eens goed na. Nee? Wacht, we gaan een tip geven. Ja, we gaan een tip geven. Een tip geven. Och, nee. Ja, we hebben het nog een keer geprobeerd. Het is wel gelukt. We zijn aan een bed en breakfast in Markendal, waar Veronique straks zal arriveren voor de opnames van Huizenjacht. Onze jongens van de KSA laten zich helemaal gaan en verzinnen allerlei leuke post-it boodschapjes voor Veronique. En daar is het, in haar mooie auto en zoals altijd netjes op tijd. Ze parkeert zich exact op de plaats die wij in gedachten hadden en poedert zich nog snel even bij. Wanneer Veronique bezig is met een presentatie, sturen wij onze KSA-jongens voor de eerste keer op haar af om de opnames te verstoren. En kom maar. Wij zijn weer volop in actie geschoten op onze werf in Evergem. Na een hele week hebben we het dak geplaatst van ons superhuis. En ik moet je heel eerlijk toegeven wat die werkmannen daar verricht hebben. Chapeau, daar gaat mijn petje voor af. Ze verdienen me een eeuwig respect, want dat is echt strafwerken. Amai jongens, dat je nog zo iemand kunt kojoneren. Ja, Veronique is duidelijk al een beetje geïrriteerd, maar maak toch even tijd voor een paar handtekeningen. Op mijn heel spier zo. Ja. Oh. Heel spier. Dat gaan we in de lange naam. Maar zijn dat wel buikspieren? Nee, nog wel. Voilà. Alsjeblieft. Nog een fotootje? Daar heb je een foto. Allee, trek dan wel, hè. Maar we gaan dan nog wat eten. Geef ze een kus. Geef ze een kus, zoiets vragen. Zoiets vragen. Zijn geen boerkes, hè. Is dat dan mooi, een foto? Voilà. Marcus? Nee, echt niet, jongens. Dag, jongens. Ja, ja, maar de jongens gaan niet weg. Die blijven gewoon staan, weet je toch? Gaan we al lopen. Okay. Ja. Zo staan we hier in Markendal bij een 200 jaar oude molen. En kunnen gasten genieten van rust, alle mannen. Dat vind ik echt niet meer grappig nu. Maar zet u rugzak neer of zo? Maar ze zijn al hier al. Kunnen jullie gewoon doorstappen? De ploeg van Huizenjacht zit natuurlijk mee in ons complot en laat de jongens lekker begaan. Tot Veronique er echt genoeg van heeft. Allee, jong. Nog nooit van respect of zo, of beleefdheid gewoon? Maar, daar, hoe een foto? Zit toch niet aan het werk? Maar dat doet het toch niet, allee, jong. Sorry? Allee, jong. Hallo. Okay, dat heb ik nog niet meegemaakt. Allee jongens, kom. Ik zit nu, kom. Ik heb het gehad. Dan gaan we eerst naar binnen. Ja. En dan pakken we binnen. Eén foto. De ploeg gaat naar binnen en besluit de jongens links te laten liggen. Man. Niks meer doen. Kom, die gaan wel vanzelf. Die gaan wel vanzelf. Ik negeer die gewoon. Wanneer Veronique binnen druk bezig is, kleven de KSA'ers heel haar wagen die haar nauw aan het hart ligt, vol met felgekleurde post-its. De cameraploeg van Huizenjacht wacht tot onze KSA-jongens zijn verdwenen en komen dan naar buiten om het laatste beeld van de reportage te draaien. Veronique heeft nog niks in de gaten en speelt wat met de camera. Maar dan... Oh, mijn motto. De jeugd van tegenwoordig toch. Ik geloof deze niet. Oh, ik geloof dat niet. Maar raten is het, maar enfin. Met een onderbroek aan. Dat is toch graf? Oh, ik vind dat zo graf. Oh. Lavia, lekker beest. Eet een tijger. Elke nacht zonder jou is een hel. Oh, mijn jongen toch. Hallo. Da. Sex
zijn titten. I want you back, Miss Belgium. Mooi jongens, toch. Hier, call me, Dries. Wat voor onnozel kinderen zijn dan. Hier, nog een nummer. Jan is slim van uw nummer achter te laten, een kameraad. Gewoon maar één telefoon naar de politie en... Ja, ik geef dat aan, sowieso. Wat, 100%? Zeg, wat slaagt dat? Zie. Nou, dat vind ik, kan ik niet meer lachen. Nee, ik vind dat niet. Niet meer maar. Ja, met een zak vol bewijsmateriaal en niets vermoedend, vertrekt Veronique naar huis. Ja. Veilig thuis, Veronique. Dag, Veronique. Tot in de studio. We moesten natuurlijk een klein beetje wraak nemen, maar deze keer had het echt niet door, hè? Nee, totaal niet. Ik dacht dat dat van die oploze kinderen waren die niet wisten wat doen met hun vrije tijd. Oh, mannen. Ja, ja, ja. Maar zo blijven koeioneren. Ik denk, mannetjes. Oh. Ja. Word je regelmatig lastiggevallen op deze manier? Niet zo hardnekkig als dit. Nee. Maar ik had zo al die post-itjes met al die gsm-nummertjes opzij gehouden en al de rest in zo'n zak. Dus ik had ze wel bijgehouden, ja. Ja, maar de auto was niet beschadigd. Maar nee, met postietjes. Ja, maar nee. Je weet dat nooit, hè, die onderbroek misschien. Maar je kan er wel mee lachen nu. Maar ja, sowieso, tuurlijk wel. We zijn geweldig blij dat het toch gelukt is. Ja. Ja. Natuurlijk een bananasplit trofee meer dan verdiend. Ja, en, wacht eens even. Ja, zeg het maar. Cara, is jou iets opgevallen de voorbije week? Ik weet er niets. Nee, maar mij valt er nooit iets op, denk ik. Je kunt mij heel goed beetnemen. Denk ik. Hebben we niet gedaan, Cara. Misschien maar een volgende keer. Maar in ieder geval heeft Veronique een bananasplit trofee dubbel en dik verdiend. En die wordt uitgereikt door een paar oude bekenden. Goed. Beleefde jongens, hè, die van de KSA van Waregem. Voilà, Peter, dat was hem. Mooi einde toch nog van deze bananasplit. Ja, inderdaad. En volgende week zijn we terug. En denk eraan, wij zien u, maar u ziet ons niet. Tot volgende week. Heb je goed gekeken? SMS dan BS naar 6654 en maak iedere week kans op een fotocamera van Samsung.